Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn inmiddels in München. Wachten op het ontbijt. Zin in. Het was een onrustig nachtje, voor mij in ieder geval. En warm. Zo. Zeer warm. Jeroen die ligt nog te knoeien. Gezellig. Gezellig hè Jeroen. Heftig. En Bas kan niet van een infanteriedouche doen. Nee, ik zo. Ja, dat bedoel ik dus. En ondertussen staan we stil. Op de Münchener Hauptbahnhof. Goedemorgen, peoples. We zijn weer ontwaakt. Het weer ziet er beter uit in Lana, Italië. Ik kan even kijken. De hornets zijn nog niet zo wakker. Fris en fruit. Gisteren een hele natte rit gehad over de Stelvio. Het ging echt helemaal nergens meer over. Maar we hebben hem gedaan, we hebben hem gereden. Was het fun? Maar de haarspelbordjes waren heel kort. En ik denk als je daar rijdt met meer dan een keer, dat je niet blij bent. Een paar campertjes op en neer die je moet weg uitwijken. Wegkoppen wou ik zeggen. De omgeving is super mooi. Vandaag gaan we richting Udine. Dus dat ligt ook nog in Italië aan de grens met Slovenië. Nee? Zit ik te jokken? Ja. Het ligt nog een heel stuk in Italië. Dan moeten we nog over langs Trieste voordat we Slovenië komen. Oké, ik word gecorrigeerd. Het ligt niet aan de grens met Slovenië, het ligt ruim in Italië. Dank voor deze aanvulling, Nestor. Ja, dank voor deze aanvulling, Otto. En ja, het wordt wel weer een bijzondere dag. Mooie omgeving. Ja, als je dat ook ziet. Goed gezelschap. Even wisselen. Mooie bergen. Ja, allemaal kerels bij. Ik weet niet of dat leuk is, maar... Afgelopen zes keer wel. Dus alleen Jeroen die ligt nog een beetje te knoeien. Is het toonbaar? Nou, even verladen. Ja. We hebben een keurig appartementje. Van alle gemakken voorzien. Gisteren echt een pizzaatje genomen hier. Was goed. Nou, dan zien jullie weer een andere keer. De groeten. Ja, daar zijn we. Live.
op het gezichtsboek. Voor lunch bij een restaurant waar we even 1,5 kilometer door de Negorij hebben gereden. Maar het ziet er wel leuk uit. Dan heb je wel wat. Heb je wel wat. Spreek ik geen woord? Azaleas Agnebias. En hier hebben we de dinges. Dus. De Gardena. Ja, de Gardena, de Velpont. En soepstengels. Het is ons gelukt om water te bestellen. En hier en daar iets van een salade. En pasta. En we hebben crackers. Dus dat moet helemaal goed komen. Het was wel een mooi ritje. Het is mooi weer. De brommers. Veel bieren aan de andere kant. Deze bieren trekken hebben in mijn motorjas. Jeuk is leuk toch? Die gaan op de geur af. Er schijnen mieren te zitten. Wij gaan zo meteen een hapje eten. De groetjes van de Hornets weer. Tot de volgende keer. Dag map. Maaltijd. Hoi. John, de groeten weer hè. Houd stand. Is het met geluid? Is met geluid dit keer. Maar jullie staan wel een beetje. Kijk, een beetje dichterbij komen. Nee, wordt het donkerder. Als het twee homies. Ja, zo wordt het wat lichter. Ja. Ja, zeg maar wat. Honger! Als we nu dan ook ergens op de Vijf. Ja. Centrum van Udine. Nou, we zijn in Udine aangeland. We zijn een plekje aan het zoeken om te eten. Al zich moest even zoeken, maar ja, restaurantjes genoeg. Dus vrienden. Hebben we al iets? Ja? Pictures will be coming up and I'll try to make some live video too. Hi, Michelle. Net even een klein kindje. Nou, we zijn nog steeds aan het zoeken. Nou, we gaan weer door. Ik moet achter mijn maten aan. Die zijn nog aan het zoeken voor een geschikt restaurantje. Thanks, Brandon. En, hoe was het vandaag? De rit was goed. De wegen niet zo spannend, maar het gebied wel heel mooi. En dan zaten we bij die Irish pub, daar kun je eten. Dan willen ze het centrum in en kunnen ze gewoon niet kiezen. Ja, ik wil geen hamburger, die kun je overal eten. Dus ik wil echt Italiaans food. En liefst geen pizza, maar wat anders. Dus we gaan jullie zien. Tot morgen. Ja, we zijn live aan de Kroatische grens. Net Slovenië doorgecrossed. Super mooi.
lekker geluncht onderweg. En nu is Gerard even knoeten wisselen. Is nodig. Geen euro's, maar koenas. Voor de verdere rest is het wel gewoon de oase land. We hebben nog iets van 120, 125 kilometer te gaan tot onze overnachting. Dus gaat goed. Kijken dat ik niet voor mijn plaat gereden word hier. Even op de stoep staan. Nee, brommers. Keurig opgesteld. Niks mis mee. Ja, dat was het eigenlijk. Oh ja, de wegen waren super mooi. Meanderen door een terrein heen. Asfalt was meestal heel erg goed. Een paar slechte stukjes, maar er wordt hard aan gewerkt. Dus mooi vakantie gehad. Live video starten. Ja, en we zijn live. We zijn live. We zijn live. Fucking hell! Highway Hornets go nothing! De eerste sprong in de Adriatische Zee. Hornets! Hornets! En nou is de gele zwembroek weer schoon! Dat belooft nog wat voor de komende paar dagen. Oh, kijk maar uit dat die van Greenpeace niet komen. Donderen je er gewoon weer in. Hornets! Daarachter staan de overige Hornets. Kan ik dat inzoomen? Nee. Nou, de razende reporter, live vanaf de Adriatische Zee. We zijn in de buurt van Rijinka, geloof ik dat het heet. En we moeten nog zo'n 80 kliks rijden. Het is warm, het is circa 33 graden. De jongens wilden even plonsen, dus dat hebben we geaccommodeerd. En ik ga weer aankleien en weer door. Het is nu 4:30. Dus langs de kustweg duurt het wel eventjes. Dus ik had nog zo'n anderhalf uur rijden voordat we bij onze overnachtingslocatie zijn. De Schubert-scheiding staat er weer goed in, zie ik. En redelijk gefund vandaag. Maar super, super leuk. Dus aan te raden. Hey, tot de volgende vlog maar even. Hallo, daar zijn we weer. We zijn op Krak. Dat is een eiland voor de kust van Kroatië. Het is lekker weer. Heftig geonweerd vannacht, schijnt. Niks van gemerkt, maar de anderen zeggen het. Dat zal wel zo zijn. En we hebben eens even een leg stretch pauze en gelegenheid om foto's te maken. Het landschap is prachtig.
Een beetje rotsachtig. Ik zal even omschakelen. Dan kan ik wat laten zien. Gast, ben je live? Ja, live. Hallo mama, hallo Pessie. En er zit er eentje te kijken, zie ik. Wie dan? Wie dan? Geen idee. Maar daar binnen de brommers. Doet goed. Gisteravond in een appartementje gezeten. Super mooi. Echter, helaas. Niks te eten in de buurt. Bas en Gerrit op verkenningspatrouille gestuurd. We kwamen terug met pizza en bier. Hebben wel 30 kilometer moeten afleggen. En hier laten we het bij. Tot straks.
Hey, goedenavond. We zijn weer live. De razende reporter vanuit Dubrovnik. Jawel. En we zijn er al helemaal klaar voor. Jeroen ook. Vanavond... Jeroen ook zeker wel. Zeker hè. Vanavond speelt Kroatië tegen Rusland. Ja. En onze Gerard. Ook unisex. we zijn in het zeer hete Kroatië. Hier in Dubrovnik hebben we toch wel de 35 graden hebben we al aangetikt. Het is echt goed warm. Maar de remedie ervoor is gewoon veroorzaken vrij wind. En dat koelt de boel weer af. Wij gaan zo meteen een hapje eten. Ik vermoed ook een klein pilsje drinken. Een beetje voetbal kijken. Ik hou er niet zo van, maar ja, het is wel gezellig. Kijk, Anto is er ook. En ik hou er helemaal niet van. Nee, ik hou helemaal niet van voetbal. Het is voor balletjes. vandaag was een vlotte rit. Langs de 8. Met hier en daar een uitstapje de bergen in. Lekker. Mooie lunchlocatie. Mooie plek om koffie te drinken. Helemaal niks mis mee. Het is schitterend. Het water is heel onnatuurlijk blauw. Alsof het ingekleurd is. Maar zeer mooi. En zeker een vakantie met de family waard. Hey Jeroen, zeg eens hallo tegen je famke, want die is aan kijken. Hallo! Ik zal even naar de zwaaien. Dat we het hierbij gaan laten. Bas is nog even zijn hoofd aan het scheren. En, en andere dingen zijn niet voor breed publiek ontsluitbaar, dus dat hou ik even voor mezelf, maar het betreft ergens in het middenregio van het lichaam. fijne avond en check out de razende reporter vanuit Dubrovnik. Groetjes!
Ja, daar is hij weer. De razende reporter vanuit Mostar. Een beetje lunchen in Mostar, een beetje later lunch, maar dat wilden we graag. Het is goed warm hier, ik denk wel 33 graden, 32, 33 graden. Goeie deuner en nog een kleine 100 kilometer te gaan, dus we moesten zomaar weer eens gaan vertrekken. De groeten. Ah, en we zijn weer live. De razende reporter vanuit Bogonjo in Bosnië. Samen met Bas. Vandaag weer een mooi ritje gehad van Bogonjo, of vanuit Dubrovnik. Helemaal door de bergen, langs de rivier af. Eigenlijk ging het best wel snel. Het ging eigenlijk best wel snel. Even een beetje in de omgeving. Het ging trouwens best wel snel. Nou, ik hoor net uit goed ingelichte bronnen dat het best wel snel ging. Dat was een leuk woordgrapje trouwens. Je zei, ik hoor net. Ha, ha, ha. Shit, die was echt slecht. Dit is een beetje de omgeving zoals wij die kunnen zien. Vanuit een heel vervelend appartement wat wij hebben. Zeg maar, compleet huis. Enige wat ons kan opspelen is dit. Ik wil die speakers er vannacht nog even afslopen. Schieten. Die zitten zo die in de garage staan. Nee, dat is niet leuk. Dat doen we niet. Maar, onderhand. Zo te zien krijgen we nog een klein buitje vannacht. Maar... geen probleem, de brommers staan gewoon in de garage, lekker droog, dus gaat niks mee gebeuren. Zometeen nog even een restaurantje opzoeken om wat te eten, kleinigheidje, want we hadden een late lunch in Mostar. Was toch wel weer lekker even een is een ding ongeveer. Deunertje. Oh ja, deuner. Deun. Lekker. Met cola om het vocht aan te vullen, want vanuit Dubrovnik was het toch wel erg warm. Hier, een stukje hier vandaan koelde het af en gingen we eigenlijk naar 22, 23 graden. Dat was echt brief. Terwijl eigenlijk dat het nog best warm is. Nou ja. Wij zijn razend benieuwd, morgen komen we nog even langs de oude Dutch Base. We rijden ook nog via Sipovo, waar het multinationaal hospitaal heeft gezeten in de ESFAR-tijd. Kijken wat daar is. En dan morgen rijden we Bosnië weer uit richting Kroatië. Naar de, weet je die dingen ook alweer, de Plitvice-meren. Het schijnt heel erg mooi te zijn, dus best wel benieuwd. Oké, nog iemand iets aan te vullen? Otmoorn! Dag man! Oh, Otto!
Deze is mijn geluid, hè? Oh, is deze wel mijn geluid? Deze is mijn geluid. Goed, man. De groetjes. Ja, en daar is hij weer. De razende reporter. We zijn weer terug in Kroatië. Vandaag hebben we Bosnië achter ons gelaten. Mooie doorgaande weg. Dag man! Van Begonjo via Sipovo. Voor de kenners, Route Perret. En... Hey Freek. Ik zal even zwaaien. En daarna door naar Bihać. En ja, net buiten Bihać, Kroatische grens over. En dan zijn we weer hier bij de Plitvice meren aangerand. Moeten we nog gaan... aangerand, niet aangerand. Daar moeten we nog even... Ik mezelf wel. Ja, precies. Daar moeten we nog even gaan... Dan moeten we nog even gaan kijken, daar zijn we nog niet geweest. We hebben eerst even de dorst weggewerkt, eten gehaald. Dus, en dan zullen we daarna kijken hoe we daar gelanden. Ja, Bosnië. Het ziet er beter uit dan 20 jaar geleden. Zou ik er op vakantie gaan? Nee. Aardige mensen, maar... Er moet nog veel gebeuren, wil dat geschikt zijn voor het massatoerisme, laat me dat maar zeggen. Overigens, de wegen waren een stuk verbeterd. Mooie doorgaande weg. In plaats van heel veel verkeersborden hebben ze daar heel veel flitspalen. Dat dan weer wel. maar ja, dat is kennelijk een keuze. Maar het merendeel kijk je aan. Maar het merendeel kijk je aan en aangezien op de motor geen nummerplaat aan de voorkant zit, is dat dan niet zo erg. Maar we hebben ons toch aan de verkeersregels gehouden. Zoveel als mogelijk. qua weer hebben we ook van alles wat gehad. We starten in het regenpak. Het was 12 graden of zo, hè? Ja, 12 graden. Dus het was ook niet zo erg om het regenpak aan te hebben. Het regende wat, maar niet zo hard dat je door en door nat werd. Althans de handschoenen. Daarna steeg de temperatuur langzaam en hier over de Kroatische grens was het gewoon weer 30 graden. Dat is lekker. Morgen gaan we weer ook Kroatië weer verlaten. Dan gaan we richting Kranj. Dat ligt in Slovenië. Daar blijven we 2 nachten, want dan gaan we ook een rondrit maken. En dat wordt ook hartstikke leuk, want ook Slovenië is een heel mooi land wat we er al van gezien hebben. Moet ik nog iets vertellen? Nee. Oké, jongens, dan was het dit weer van de Highway Hornets en de Razende Reporter. Hiermee sluit ik af. Otmoorn. Otmoorn.
En we zijn live. De razende reporter, dit keer vanaf Düsseldorf, Hauptbahnhof. Net onze... Oh, Innsbruck, ja, sorry. We hebben net onze brommers verladen. We staan een stukje verderop. En nu wachten we eigenlijk op onze trein. Vandaag voornamelijk doorgaande route vanaf Düsseldorf, of vanaf het Kelsteinhaus in Berchtesgaden. Gewoon recht doorgaande weg, mooi landschap, maar rijtechnisch niet zo heel interessant. Jeroen. En ja, hiermee sluiten we eigenlijk onze reis af. Morgen vroeg zijn we in Düsseldorf en dan nog een klein stukje naar huis rijden. Het was lekker weer vandaag. Gisteren ook een mooie route gereden. Oh, ik was even weg. Mooie route gereden. En vandaag ook weer schitterend weer. Onderweg een paar keer gestopt. En we waren rond. Rond 4 uur. Half 4 waren we hier. Ja, toch wel een kleintje bier. Net in de winkel gehaald. In de trein doen we ook nog een klein biertje. Dus geen probleem. Daarvoor kon natuurlijk niet, want we moesten nog hier naartoe rijden. Ja, brommersverlading ging soepel. We kwamen aan, bandjes, spanbandjes eraan en gewoon gelijk het ding op de trein kwijt. En nu hebben we een kleine 3 kwartier voordat de trein vertrekt. Ik zie dat de slaapwagons die staan daar nog. Die komen zo deze kant op. En dan kunnen we instappen. En ja, dan zit weer een schitterende tocht naar Kroatië. Dat zit erop. Hey Bas. Kijk even naar de comment. Ah ja, dat is Jan Lichthart. Kroatië, echt aan te raden. Must see, must do. Met de autoterrein ook heel soepel. Dus ja, wij we rijden straks met de trein 1200 kilometer. Ja, min of meer s'nachts. Dus hij trekt om 8:15. En dan daarna gaan wij een klein biertje doen en een klein tukje doen. En morgen vroeg dan zijn we er weer. Fris en fruitig. Dit zijn de slaapwagons. Even terug schakelen. Dit zijn dadelijk onze slaapwagons. Die moeten nog met dit perron als het goed is. En dan kunnen we erin. Maar Kroatië goed te doen. Vanaf hier is het Slovenië. Slovenië rijden is van hier 350 kilometer of zo. Dan ben je in Slovenië. Dan zit je centraal in Slovenië. Slovenië is zelf ook iets van 250 tot 300 kilometer diep. Ook mooi. En dan zit je in Kroatië. Istrië hebben we overgeslagen. We hebben de hele kust gedaan. Via Dubrovnik naar Bosnië toe. Ook leuk, maar minder interessant. En dat was een beetje onze reis. Verslag volgt op onze website. Compleet met foto's. En we hebben maar beperkt video gemaakt, dus dat zal niet veel zijn. En verder kun je altijd de verslagen terugzien. Even mailen. En als er nog vragen zijn, dan horen we dat. En voor nu, ciao ciao. Otto, goede reis, Pik. Hou je poot stijf en tot morgen, poetsies. Tot morgen.